Een goedemiddag allemaal. Hier weer een nieuw filmpje. Heeft allemaal te maken met hoofdstuk 1 statistiek. Waarin we dit keer gaan kijken over wedstrijden. Over het creëren van competities en het creëren van toernooien. En aan de hand van dit onderwerp zullen we namelijk moeten gaan uitrekenen van over hoeveel wedstrijden hebben we het nou eigenlijk. We gaan eerst eens even kijken naar competities en... Als voorbeeld heb ik hier een schemaatje gemaakt. Heel simpel schemaatje. Waarin we teams hebben. Team A, B en C. En die kunnen eigenlijk in dit schema zowel uit als thuis spelen. En dit schema komt je misschien bekend voor. Want hij ziet er ook heel klein beetje uit als een afstandtabel. Bij het eerste filmpje bij graven. Nou ja, op de verticaal zie je ABC, horizontaal zie je ook ABC. A kan niet tegen A spelen, dus vandaar dat ik daar een kruisje heb neergezet. En dat geldt ook voor B en B. En C kan niet tegen C spelen. En verticaal ABC zijn de thuis spelende teams en horizontaal zijn de uitspelende teams. Nou ja, als we gaan kijken van over welke wedstrijden hebben we het dan, dan is dit natuurlijk van B tegen A. Maar we hebben hier ook C tegen A, hier hebben we C tegen B, daar hebben we A tegen B, dit is A tegen C en dit is B tegen C. Nou, in de totaal zie ik dus 6 rode stipjes. Dus dat wil ook zeggen 6 wedstrijden die gespeeld worden hier in deze competitie van 3 teams. Nou, hoe kun je dat uitrekenen? Wat je ook kunt zeggen is, luister, ik zie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hè? 3 keer 3, 9 vakjes. Maar die kruisjes moet ik even niet meetellen, dus dan haal ik er 3 ervan af. Dus dan krijg je 3 keer 3 en haal ik er 3 ervan af, dan heb ik dus 6 wedstrijden. Wat je ook kunt zeggen is, maar als je dan 3 keer 3 doet... en daarna haal je 1 keer 3 eraf, kun je ook wel 3 keer 2 doen. Dus 3 keer 2 is 6 wedstrijden. En dan kom je bij hetzelfde antwoord. Ja, dus beide mogelijkheden is natuurlijk goed. Nou, in het boek staat het volgende, en dat is wel slim. Je hebt namelijk het aantal teams, A, B en C. En dan ga je vermenigvuldigen met het aantal tegenstanders. Dus team A heeft in totaal 2 tegenstanders, namelijk B en C. Dus 3 keer 2. Ja, dus heb je te maken met 5 teams, dan doe je 5 keer 4. Want elk team heeft namelijk 4 tegenstanders. Ja? Nou, we gaan het probleem ietsjes groter maken. En dan heb ik een heel oud schema van een eredivisie voetbal. Met in totaal 18 teams. En hoe lees je dit af? Precies hetzelfde. Verticaal is het thuisspelend team. Horizontaal is het uitspelend team. Dus als voorbeeld zie je hier bijvoorbeeld dat Groningen wint met 2-0 van ADO Den Haag. Het schema is nog niet helemaal ingevuld. Je ziet ook weer dat ADO Den Haag niet tegen ADO Den Haag kan spelen. Ajax niet tegen Ajax en ga zo maar door. Net hadden we het al gezegd, om dan het aantal wedstrijden van deze competitie uit te rekenen, doen we het aantal teams, dat is 18, vermenigvuldigen met het aantal tegenstanders. Nou, dus aantal teams vermenigvuldigen met het aantal tegenstanders, 18 keer 17, is dus in totaal 306 wedstrijden. Nou, mocht het zo zijn dat de Eredivisie ervoor kiest om geen hele competitie te spelen, maar een half competitie, dan wil dus eigenlijk zeggen dat je niet... thuis en uitspeelt, maar een aantal wedstrijden thuis en een aantal wedstrijden uit. Ja, dus dat je elk team eigenlijk maar 1 keer tegenkomt. Nou, in dat geval gebruik je dezelfde formule, aantal teams keer het aantal tegenstanders, maar dan ga je het vermenigvuldigen met 2. Ja, en in dat geval zou je kunnen zeggen, dit stukje helemaal gaat niet meer meedoen en dan heb je een halve competitie. Wat betekent dat in deze competitie? 18 keer 17 en dat delen door 2, dan heb ik nog maar 153 wedstrijden. Ja, dus stel je voor je moet de competitie maken en je hebt niet de tijd om alle wedstrijden te spelen. Ja, dan doe je maar een halve competitie. Denk bijvoorbeeld aan het EK en WK pools bij het voetballen. Maar als we dan toch weer nog steeds over voetballen hebben... dan ga ik jullie naar een volgende competitie. Eigenlijk geen competitie, maar het is een afvalsysteem.
Zoals hier zien we een hele competitie en ook een halve competitie. En hier zie je een schema. 11 juli 2010 was dit schema gemaakt. Toen stond namelijk het Nederlands elftal in de finale tegen Spanje. Ze verloren helaas met 0-1. Maar hier zag je hoe het Nederlands elftal richting de finale ging. Hier zie je Nederland. Ze begonnen en daarna gingen ze naar de kwartfinale. Daarna gingen ze naar de halve finale. En uiteindelijk stonden ze daar in de finale tegen Spanje. Nou, in het totaal begon dit afvalsysteem met 16 teams. 16 teams, waaronder dus ook 8 wedstrijden. He, dus hier zie je Uruguay tegen Korea. Dit was wedstrijd nummer 1. Nou, hier had je wedstrijd 2, 3, nou, en ga zo maar door. 4, 5, 6, 7 en 8. Nou, van elke wedstrijd daar won er eentje en verloren eentje. Dus degene die wint gaat door en degene die verliest ligt er helaas uit. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar het Nederlands elftal, dan zag je dat het Nederlands elftal doorging. Als je kijkt naar Brazilië, die daarna de volgende tegenstander van Nederland was, die had dus gewonnen tegen Chili. Dus Chili, die moet helaas weg. Daar gaat het kruis doorheen. Maar Brazilië, die gaat door. Ja, nou, Nederland tegen Brazilië. Nederland won, dus Brazilië verloor, die gaat weg. Nou, ga zo maar door. Nou ja, we starten dus met 16 teams. Er waren 8 wedstrijden. Daarna hou je nog maar 8 teams over. En dat creëert dus nog 4 wedstrijden. Daarna heb je 4 teams nog over. Dan heb je nog 2 wedstrijden. En dan heb je nog maar 2 teams over. En dat was die beruchte finale. Ja, dus in totaal, als je dan gaat tellen, krijg je dus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Heb je dus 15 wedstrijden. Dan heb ik wel daaronder nog neergezet. Er was namelijk ook nog een troostfinale. Uruguay tegen Duitsland. Dat was nog een extra wedstrijd. Nou, wat is de troostfinale? Bij troostfinale kun je namelijk nog spelen voor de bronzen medaille. Dus de finale gaat over de gouden medaille en de zilveren medaille. Maar de troostfinale gaat dus nog voor die derde plek. En dat is ook wel de bronzen medaille. Dus die wordt ook nog gouden. Ja, in dat geval hebben we te maken met 16 wedstrijden. Nou, dit wat een filmpje gaat dus over het aantal wedstrijden dat gespeeld moet worden. Dus over hele competities, half competities. En in dit geval, in dit scherm, een afvalsysteem. Succes met de opgaves. En mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.